Welcome back, Monobros, Monochromatic. We zijn er weer. We hebben zojuist de Amsterdam Comic Con achter de rug. En het is tijd om weer verder te gaan kijken in onze eventkalender. We hebben het hier over de Retro Dungeon in België. Wat is de Retro Dungeon? Retro Dungeon is een retro gamebeurs in België dus. Het is aankomende zondag 4 september. Is hij al, dus als je erbij wil zijn, ga gauw kijken waar het is. Ik kan jullie het adres ook gewoon even geven natuurlijk. Even kijken, locatie in de zaal Scala. Kolmanstraat 51, 9270 Kalken in België. Nou, tik dat in bij Google Maps en je krijgt een adres. Daar is de Retro Dungeon te vinden. Ik heb wat video footage gecheckt van deze gamebeurs. Hij is schijnbaar al vaker gehouden. En hij ziet er best wel veelbelovend uit. In Nederland zijn niet zo heel veel gamebeurzen naar mijn mening. Ik denk misschien 6 per jaar of zo, max. En ze zijn allemaal niet in de buurt vaak. Mocht je nou een beetje in de uithoek van Nederland wonen en vlakbij België, dan kan je even deze Retro Dungeon Gamebeurs checken. Ik zou vooral even kijken op de Retro Gaming Fun site. De naam zei ik net al, www.retrogamingfun.be. Daar heb ik deze flyer gevonden van de Retro Dungeon. En op YouTube heb ik beelden gecheckt dus van een aantal mensen die daar ook geweest waren. Een grote hal, veel tafels, veel games. Ik heb zelfs wat prijzen gezien. Sommige prijzen dachten van nou, ik zou die game wel oppikken. Ik zou het niet eens filmen, gewoon meteen meenemen. Dus 4 september zondag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags kan je erbij zijn. En ik zal vooral niet twijfelen en gewoon naar deze beurs gaan. Ik weet niet of Monochromatic hierbij gaat zijn, want het is een beetje last minute. Ik kwam er ook net pas achter dat deze beurs best wel een big deal is. Dus ga vooral even checken. En ik hoop dat jullie naar deze beurs kunnen. En als jullie er zijn geweest, kan je altijd een comment achterlaten bij deze video. Dan zijn wij ook weer op de hoogte of het echt de moeite waard is om te gaan naar deze beurs in België. Dus doe dat vooral. En we zien jullie gewoon in de volgende video van Monochromatic Games. Yeah!